never made it, but I know what it takes. Ja, zo meteen discus werpen. Gewoon discus werpen, daar draai je natuurlijk ook bij rond. En dan gooi je discus, stoot je discus eigenlijk. Stoot je weg. En dat kunnen we thuis natuurlijk niet doen. Dus wij hebben het een klein beetje anders gemaakt. Wat ga je zo meteen doen? Je gaat voor een onderwerp staan. Dat kan een kussen zijn, dat kan een emmer zijn. Maakt niet uit wat je thuis in huis hebt. Maar dat is het beginpunt. En ik ga de knuffels proberen om over mijn hoofd in de emmer te gooien. Maar voordat ik dat ga doen, heb je Saskia nog een leuk beetje. Want hoe oud is het onderwerp discuswerpen al niet op de Olympische Spelen? Al 3000 jaar geleden was het discuswerpen al op de Olympische Spelen. Dat is lang geleden, hè? Dat is zelfs langer geleden dan onze jaartelling. Want wij zijn in 2020. Jee, dat is lang. Tessa, succes! Daar komt ie. Oh, bijna. Helaas, alle vier mis. Maar misschien kan jij het beter. Succes!